Pancake Beep. Welkom bij opdracht 10, attributen plaatsen, waar ik je laat zien hoe je muntjes en levens kan plaatsen in je game. Nou, en wat attributen nou eigenlijk zijn? Dat zijn dingen die je kan vastpakken, zoals hartjes, muntjes of andere dingen zoals potions. Nou, ik heb hier in Piskel muntjes ontworpen en hartjes ontworpen. De muntjes, daar haal je geld mee op en de hartjes, daar haal je levens mee op. Dan gaan we even kijken hoe dat eruit ziet in de game. Die muntjes en die hartjes die zijn overal op random plekken geplaatst. En laten we even kijken wat er gebeurt op het moment dat je daar open staat. En ik denk dat je wel weet wat gaat gebeuren. Op het moment dat je een hartje raakt, dan krijg je een leven erbij. En op het moment dat je een muntje raakt, dan gaat er een muntje bij. Cool. En ik laat je eventjes zien hoe je zo'n muntje en een leven kan plaatsen in je game. Pak een leven en sleep die erin. En dan zie je dat hij op de gamelaag heeft geplaatst. Dus niet op de vastgezette laag, maar echt in de gamelaag. Want anders kan je hem niet verplaatsen. Hè? Dan zet hij hem op deze laag. Dat wil je niet. En als je dan gaat afspelen, hè, dat doe ik ook voor een muntje. Zet hier een muntje bij. En als we dan de game gaan afspelen, dan zien we dat we, als we dat muntje raken, of dat hartje raken, dat daar ook gewoon dingen bij komen. Bij de levens en bij de muntjes. Dus dan werken ze. Dus zo kan je oneindig veel verschillende soorten attributen plaatsen. Gaan we even kijken in de gamecode hoe die werkt. In de gamecode ga je kijken naar munten verzamelen en levens erbij krijgen. En de muntjes die werken met tellers. Je hebt een muntjesteller, die staat standaard op 0. En een levensteller, die staat ook standaard op 0. En wat er gebeurt in de code is op het moment dat de speler botst met een muntje, dan gaat die audio afspelen. Hey, je hoort blum. En dat is een effectje die we eigenlijk pas gaan vertellen in opdracht bonusopdracht nummer 10, geluidseffecten. En dan vernietigt een muntje. Daarnaast telt het systeem 1 op bij de muntjesteller, dus dan wordt dit 1. En dan zet het systeem elke seconde de muntjestekst naar een getal. In dit geval is het getal 1 of 2 of 5, ligt eraan hoeveel muntjes je hebt, hè? Want hij wordt hier toegevoegd. Tel 1 op bij muntjesteller. Dus muntjesteller en een n-teken. In dit geval zegt dat voeg ook tekst toe. Want we willen ook dat daar achter muntjes staat. Dus n voegt de tekst toe, muntjes. En dan gaan we kijken of dat klopt. Hier staat muntjestekst en levenstekst. En inderdaad, 0 muntjes, 1 muntjes, 2 muntjes. Net hetzelfde als 1 levens, 2 levens, in het geval 5. En als wij gaan kijken naar levens erbij krijgen, werkt eigenlijk hetzelfde zoals de muntjes. Namelijk als de speler botst met een leven, dan telt het systeem 1 op bij de levensteller. En daarna wordt het leventje weer vernietigd. Want je wil niet oneindig veel levens erbij krijgen natuurlijk. Ja, en hoe heb ik dit nou toegevoegd? Nou, dat zal ik even laten zien. Ik verwijder levens erbij krijgen en ga hieronder ook wat toevoegen, een gebeurtenis. In dit geval zeg ik dat als de speler botst met een ander object, als die botst met een leven, klaar, dan moet er iets gebeuren. Die staat even hier, zet ik eventjes hieronder. Dan moet het systeem tel op, dus optellen bij, in dit geval de levensteller, 1 erbij optellen. Klaar. Dus als de speler botst met een leven, dan telt het systeem eentje op bij de levensteller, plus dan moet het leven worden vernietigd. En dit zal die allemaal achter elkaar afspelen. Hoe meer acties je toevoegt, hoe meer die dat achter elkaar zal afspelen. Pancake Beep.